naar rechts. Op. Op plaats. Rust. Beste mensen, nogmaals mag ik u van harte welkom heten. Het is buitengewoon dat u met zoveel gekomen bent om eer te bewijzen hier bij het monument. Ik heb zelfs wat tijd om over het monument iets te vertellen. Ik was 6 jaar en zat hier op de kleuterschool en ze waren het monument aan het maken. En 1951 was dat. En 4 mei was de eerste herdenking. Maar wij konden daar als kleuters niets van zien. Jan de Ronde die metselde de sokkel van steen. En de beeldhouwer die was al bezig geweest. En die had het bovenstuk gemaakt van 2 hardstenen stoepen. De Weermacht heeft dat torenwachtershuis. Dat stond op het hoekje van de Hondsweg en de Oostdijkseweg. Er is geen enkele foto van. Wat rest... Dat staat hier. En het bovenstuk van het monument is dus van gemaakt van de stoep van een plek waar de Weermacht gemoleerd heeft. Dus eigenlijk liggen op deze stenen nog de voetstappen van de vijand. Hij heeft dat heel mooi gemaakt. Maar pas in 1981 is een plaquette met de namen van de getroffenen aangebracht. En niet lang... Na dat vreselijke ongeval is voor de families daar een andere steen gezet met de 3 getroffenen erop. Ik vind het heel bijzonder. Zo'n monument waarin nog eigenlijk niemand weet dat goed sporen zitten van de vijand. Wat ik ook altijd heel bijzonder vind in die 2 minuten stilte die wij houden bij dit monument, dat het niet helemaal stil is. We denken aan de doden. Wij staan in het heden. Wij denken aan het verleden. Maar soms hoor je daar het zingen van een merel. Een duif die koert. En altijd weer in deze tijd. De bomen die hun bladeren ontwikkeld hebben. Alles wat weer gaan bloeien is. En zo, als wij denken aan de dood, horen wij ook het leven. Het leven gaat door. En zo mogen wij in het heden gedenken, het verleden. Want dat is heel belangrijk, om dat te beseffen. En ik heb binnen al gezegd, en er waren de schoolkinderen. Ja, ik had ze even vergeten, terwijl ik toch meester geweest ben. Maar goed. Jullie hebben nog een mooie plek gekregen achter de veteraan, die meneer, die nog gevochten heeft in de oorlog. Dat de kinderen dit monument geadopteerd hebben van beide scholen. En dat een leerling van groep 8 en ook een leerling van beide scholen, 1 leerling van de Westhoek en van de koningin Beatrix, straks hier een krans zullen leggen. En zo gaat dat al jaren achtereen. En ik hoop dat ouders en meesters vertellen over die dingen die geweest zijn. Ik heb het al gehad over het dagboek van Anne Frank, maar er is veel meer. Vertel de verhalen door, want op een gegeven moment zal niemand meer weten. Straks zullen wij 2 minuten stilte houden. En dat gaat pas gebeuren als de klok 8 geslagen heeft bij de laatste slag, dan gaan de 2 minuten in. Maar vooraf zal Erik Akershoek de tap toe blazen. Bye.
Willem van Eikenduin zal nu een toespraak houden namens het gemeentebestuur. Dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat u met zoveel vanavond aanwezig bent bij de dodenherdenking in Ouddorp. Als raadslid van de gemeente Goeree-Overflakkee heb ik de eer een woord tot u te mogen richten. Een speciaal welkom voor de families van de klooster Meijer en van Belsen. Voor hen is dit een speciale herdenking. Graag heet ik ook onze buitenlandse gast, Bill Knapp, van harte welkom. Voormalig luitenant Knapp uit Amerika is inmiddels 93 jaar en voor het eerst sinds 1945 weer in Nederland. Na de herdenkingsdienst liepen we met z'n allen de stille tocht naar het monument en met elkaar waren we 2 minuten stil. 2 indrukwekkende minuten. 2 minuten van herdenken en respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Centraal bij deze herdenking staan de jaren 1940 tot en met 1945 door de grote impact die de Tweede Wereldoorlog teweegbracht. Maar we herdenken daarnaast vanavond ook de militairen uit Ouddorp die gesneuveld zijn in voormalig Nederlands-Indië. En de slachtoffers die zijn omgekomen in andere oorlogssituaties en vredesmissies in het buitenland. Wij voelen ons één met allen die verdriet hebben om hun geliefden en bekenden. Jullie en de meeste van jullie ouders weten gelukkig niet hoe het is om in oorlogstijd te leven. Ik ook niet. Maar het is wel van hele grote waarde om in vrijheid te kunnen leven. Het is ook belangrijk dat daar aandacht voor blijft. Jullie zijn de generatie van de toekomst en nemen de moeite om hierheen te komen en deel te nemen aan deze herdenkingsbijeenkomst. Dat is heel veel waard. Mijn respect daarvoor. Okay. Samen herdenken wij vanavond alle slachtoffers. Graag wil ik iedereen bedanken die zijn of haar medewerking heeft gegeven aan deze herdenking. Namens de gemeente Goeree-Overflakkee leggen mevrouw en ik een bloemenkrans bij het monument. Met simpele woorden voor hen die vielen. Dank u wel.